Yo, wat up mensen! Mijn naam is Dylan, beter bekend YouTubers Arlistai en welkom bij Pokémon Blaze Black 2! Holy shit, Pokémon Blaze Black, ja het is een nieuwe soort Pokémon en een geëdite soort Pokémon. En we gaan proberen om natuurlijk Pokémon meester te worden en dit klinkt een beetje gek misschien, maar... Oké, goed, we gaan er tegenaan. Pokémon Blaze Black 2, we gaan gewoon starten en ik hoop dat jullie vooral veel zin in hebben. Ik heb er vooral zin in. Ik zit namelijk bij een nieuwe partnership. Als het goed is, zit ik op dit moment bij Divimove met deze video opgeloten. Dus ik zit met Divimove. Hartstikke vet. En dat betekent dat je gewoon veel meer zin krijgt om video's te maken. En we gaan er gewoon tegenaan. Helaas, ik zit in continue. Het heet Caterpie. Ik kan er niks doen. Dat komt aangezien ik... Ik heb namelijk een save game moeten downloaden van iemand. We gaan niet zomaar namelijk Pokémon Blaze Black 2 spelen. Het is al een hele bijzondere soort Pokémon. Maar we gaan het nog bijzonderer maken. We gaan namelijk de Egglock Challenge doen. En dat is een hele vette challenge. De Egglock Challenge gaat dus volgen. Regels staan sowieso beneden in de beschrijving. Maar ik ga vast over praten. Weet je wat? We gaan het beginstukje als altijd over Pokémon's leren. En zo gaan we allemaal in een versnelde fase doen. Anders is het een beetje saai voor jullie. Wat is nou uiteindelijk gewoon de Egglock Challenge? Het gaat als volgt. De bedoeling van de Egglock Challenge is om... als je Pokémon doodgaat, regel 1, we beginnen gewoon. Als je Pokémon dood is, in-game is hij dood ook in-game. Dan moet je je Pokémon gewoon releasen, is hij gewoon, pieuw, is hij weg. Klaar is oké, dus je mag niet doodgaan. Dat is bij de Nuzlocke Challenge. Tweede regel, dat is belangrijk, waarom het Egglock Challenge heet. Het is als volgt, als je een Pokémon vangt, moet je die omruilen in de box voor een andere soort, voor een ei, voor een egg. En die komt uit en dan krijg je een Pokémon. Het coole is, het is dus totaal random. Dus alle Pokémon's die je krijgt, zijn gewoon random. En dat maakt het eigenlijk spannend, want ik weet echt in godsnaam niet wat voor soort Pokémon ik ga krijgen. En om het nog even simpeler te maken, ik heb in mijn bag, nog niet, ik kan het nu nog niet zien. Misschien wel, ik ga het even laten zien. Even kijken, S de bag. In mijn bag heb ik het volgende. Even kijken, nu niks. Maar als ik shift druk, recht shift, krijg ik 900 rare candies. Dus zeg, laat jullie vast zien voordat mensen gaan zeggen, oh je hebt rare candies. Ja, dat klopt, 900. Dat komt als je bijvoorbeeld, stel nou, ik heb een level 7 Piplup. En die ga ik inruilen dan voor een egg. En als de egg level 1 is, mag ik mijn rare candies gebruiken om de Pokémon die uit die egg komt, uit het ei, om die level 7 te krijgen. Wat een beetje eerlijk is, want als ik level 7 Pokémon inruil voor een level 1, dan kom ik nooit verder natuurlijk, weet je wel. Dus dan mag ik dus mijn rare candies gebruiken. Dus dat betekent dat jullie goed in de gaten moeten houden. Als jullie gaan zeggen van, we vertrouwen Dylan niet met de rare candies. Ja, ik ben Rotjoch natuurlijk, je kan me niet altijd vertrouwen. Als je me niet vertrouwt, kan je altijd even kijken van, oké, hoeveel rare candies had hij over in de vorige episode en hoeveel heeft hij er nu nog. Dan kan je zien dat ik het niet gebruik, dat ik ondertussen gewoon echt getraind heb en niet offline stiekem met rare candies heb lopen kutten. Kan je zo in de gaten houden. Dus het ligt helemaal aan jullie handen om te kijken of ik cheat, ja of nee. En nou, we gaan beginnen. Ik krijg allemaal keys of zo, ik heb ook geen idee. Het is een soort nieuw soort Pokémon Black and White. Ik heb het nooit gespeeld. Laatst, oh, what the fuck, Black City Key. Wat is dit nou weer voor geks? Ik wil mijn Pokémon, geef me gewoon mijn Pokémon, bro. Tree Hollow Key. Ah, kijk, daar gaan we. Huzzah! Enjoy your new challenges, dankjewel. Dit is je Mattie. Kijk, ik heet dus Caterpie voor degene die het afvroegen dus. Ik heet dus Caterpie. En mijn rivaal Gary heet hier Weedle. Aangezien de maker van deze challenge Caterpie heet. Dus vandaar. Goed, we krijgen een Pokémon. Dus ik krijg nu een Pokémon van deze chick. Hey, het is Bianca, heet zij. Toch? Don't you agree? Ja, dat is mooi weer, vind ik ook. Hey, mijn naam is Bianca, dus ik ben de assistent van Professor Juniper. Ik zoek iemand die Caterpie heet. Ken je iemand? Ja, dat ben ik! Ik ben Caterpie! Oh wait, you're Caterpie! Ja, ik ben Caterpie. Wow, je lijkt precies op wat ze zeggen. Ja, dankjewel. Ik ben inderdaad een knappe kerel. Nice to meet you, dankjewel. Oké, wil je dus helpen met de Pokédex completen? Ja, tuurlijk, jongen. Nou, goed. Pokédex is totally fun. Oké, super. Maar, krijg ik nog geen Pokémon van jou? Oké dan, aha! Tada, hier is de Pokémon dat je partner zal zijn. Oh, het ziet er leuk uit. Nou goed, wat heb je voor me, lieve schat? Choose a Pokémon. Fire, grass of water. Op zich maakt het niet uit, want ik ga hem toch random inwisselen. Dus ik heb nog geen idee. Ik hoop dat ik geen fucked up shit krijg bij de eerste badge natuurlijk. Dat ik een water Pokémon de gras moet bijvoorbeeld. En dat ik in één keer een water Pokémon heb. Dan ben ik fucked. Wil je een nickname geven? Nee, ik hoef geen nickname te geven. Dat is trouwens ook een regel van de egglock. Je moet alle Pokémon's die je uit je egg krijgt een nickname geven. Ik hoef dit te doen natuurlijk een keer, want het is namelijk een Pokémon die ik niet ga houden. Dus ik heb er niet zoveel aan, dus vandaar. Nou goed, we gaan eigenlijk een beetje beginnen, want het duurt allemaal een beetje lang. Weet je, dit is altijd standaard gedoe, want ik krijg nu allemaal uitleg over hoe alles werkt. En we zitten al hier, vier keer de snelheid. Dus het duurt allemaal al een beetje langer, maar het komt goed. Goed, wat heb je daar in je handen? Mijn Pokéball G. Oh, dat is een Pokédex. Oh ja, hier, ik heb een Pokédex. Oh, hij wil ook een Pokédex. Arme Weedle. Please give me een Pokédex, want hij wil ook een Pokédex hebben. Dan kan hij meer leren van Pokémon en dan maakt hij sterker. Oké, geef me gewoon lekker een Pokédex, Bianca. I'm Weedle. Oh.
Hij wil ook gewoon een Pokédex, dat is ik. Hij is mijn beste friend. Nou, oké. Okay. Nou, zie je. Oh, ze heeft toevallig een gratis Pokédex. Van nou, hier. Ze deelt gewoon Pokédex uit. What the fuck, een opera. Oh ja. Oké, okay. Hij heeft een Snivy. Nou, ik heb natuurlijk de. Ja, de water-Pokémon. Of wat heet die? Ocelot? Of niet helemaal die Ocelot, dat is van Pokémon. Shoo, ik vergeet al die namen van de nieuwe soort Pokémon, jongens. Ik weet echt niet meer hoe die heet. Ja, maar zie je wel, Oshawott. Oké, okay, Oshawott. Ik zeg Ocelot. Oshawott, let's go. We doen. Tackle. Tackle zijn ass. Super. Tackle hem nog een keer. Brap. Oh nee. Hij is sterk. Doe tackle. Goed gedaan. Skop Snivy. Ah, grijp hem. Wat het zijn? Oshawott, tackle hem. Bam. Lekker, Oshawott. Hij doet leer. Hey. Niet leren, vriend. Dat is niet leuk, man. Maar ja, we gaan winnen. Kom op, Oshawott. We staan voor. We staan voor. Oh, oh, dit wordt spannend. Ja, dat leer. Kom op, alsjeblieft. Alsjeblieft, maak hem af. Ik wil winnen. Ik wil winnen. Oh, dikke swag, jongens. Echt waar, ouwe. Bam. Woe. De victory is er. Voor degene trouwens, ik ga nu heel veel. Het staat nu heel veel 1 seconde stil allemaal. Aangezien ik iets vergeten ben te doen. En het staat rechts. Staat nu rechts. Gaat hij nu komen. De vraag van de dag ga ik invullen. Je gaat allemaal zien. Oké, okay, graag van de dag. Ik ga een vraag aan jullie stellen. Elke episode ga ik jullie een vraag stellen. En die mogen jullie beantwoorden. En jullie mogen eerlijk zijn over hoe en wat. Wat jullie ervan vinden. En wat ik vraag, gewoon eerlijk antwoorden. Dus de eerste vraag van vandaag gaat worden. Moeten. Hoe lang? Hoe lang moet. Oh, fucking hell. Ik kan echt niet typen met me, als mijn muis of zo. Oké. Okay. Hoe lang moet. Een episode. Hoe lang moet een episode zijn? Dus hoe lang moet een episode zijn in jullie. In jullie, ja, in jullie gedachten. Want het is jullie natuurlijk. Jullie gaan er maar moeten kijken. Dus hoe lang moet een episode? Dan kan je antwoord geven beneden in de beschrijving. En dan zal ik er heel erg op letten. En natuurlijk ga ik dat dus voorlezen natuurlijk. Van hoe lang moet de episode zijn. Ga ik lezen. En de episodes gaan dan rond die tijd worden. Voor deze keer ga ik gewoon kijken hoe lang ik vanzelf wil. Want ik wil een beetje op pad gaan. Het gaat allemaal natuurlijk zo lang duren nog. De eerste episode is altijd wat langer. Aangezien je altijd bla-di-bla-di-bla krijgt van die mensen. Let's go inside. Nou oké, okay, ik ga naar binnen. Swag. Oh jeetje, ga nu echt uitleggen hoe een Pokémon Center werkt? Oh ja, het staat uitleggen hoe een Pokémon Center werkt. Bitch! Ik ben Pokémon Meester. Zie je, staat hier onder mijn naam. Hier staat het, hier. Pokémon Meester. Alsjeblieft, neem een Pokéball. Nou, dankjewel. Nou, even een slokje van mijn topje thee, hoppakee. Nou gaat ze zeggen dat het PC werkt. Ga je nou echt aan een YouTuber uitleggen hoe een PC werkt? Are you serious? Are you serious? Oké, okay, fuck it. Nou, dan gaan we naar de Pokémon Mart. Die moest ik wel vorige keer, ik heel snel doorgelezen. Blablabla. Is er de Pokémon Mart. En ik krijg Pokéballs. Nou, lekker. Caterpie krijgt Pokéballs. Kaching! Ik krijg Pokéballs. Dat betekent dat ik... nou, heel lekker. Oh, nee. Ze gaat zo meteen uitleggen hoe Pokéballs werken. Dat is kut. Maar, we kunnen op de PC. Dus nu ga ik uitleggen hoe het precies werkt. Nee, jongens, let op. We gaan op de PC. Wat gaan we doen? We gaan op Summons PC. Dat betekent, ik heb mijn eerste Pokémon. Moet ik zo meteen droppen. En dan mag ik een ei pakken. Het probleem is, ik kan hem nog niet droppen nog. Dus ik pak eerst een ei. En daarna pak ik een pokebal. Kijk, je kunt zien. Al die eggs. Er staan alleen maar eggs. En ik heb geen idee hoe en wat. Dus. Ik pak gewoon een ei. Welke zak pakken? Inemine mutte. 10 pond. Grutte. 10 pond. Kaas. Inemine mutte is de baas. Dit wordt mijn ei. Deze pokebal ga ik houden. Dus dat wordt nog eens wat. Nu kan ik tenminste mijn Oshawott wegdoen. Oh, kan nog niet. Ik moet eerst de Pokémon uit laten komen. Eerst ik heb die egg uit. Dus eerst moet ik even kijken wat erin zit. Wat zit erin? Maar voor mijn Pokémon. Kom op, alsjeblieft. Gewoon een Gyarados of zoiets. Kom op, geef me iets goed. Oh! Ja! Totodile! Awesome! Nu had je Totodile. Ja, ik moet hem wel een naam geven. Dus hoe ga ik hem noemen? Gatorade. Holy shit. Hier ben ik heel blij mee. Oh, dat had wat anders kunnen zijn. Misschien was het wel een Magikarp. Dan was ik echt fucked up geweest. Maar goed, Gatorade. Jouw naam staat, jongen. Gatorade! Yeah! Oh, ik ben hier zo blij mee, ouwe. Ik heb tenminste een Pokémon.
Dus daar ben ik heel blij mee. En ik had een waterpokémon, wilde ik. En ik heb nu een waterpokémon, dus ik ben er blij mee. Even kijken hoor, welk level was deze? Level 6. En je ziet, die is level 1, dus die mag weg. Die van level 6. Oh. Ja. Box 1. Oké, okay, box 1 is geplaatst. Daar zit dus nu in box 1 zit dus mijn Pokémon van level 6. Jullie zagen het allemaal dat level 6 was. En dan pakken we de bag erbij. Jullie zien het allemaal. Rare candy. Use it. En dan geef je hem aan de Gatorade. Nou, level 2. Level 3. Hop, level 4. Level 5. Kom op, leer eens move. Ah, wacht, water kunnen leren. Welke move ik verpleeg? Hij kan al 4 moves? Oh! Oh, hij kan al Dragon! Oh, Dragon Dance is helemaal niks. Nou, Growl mag weg. Ik wil Dragon Dance wel houden. Goed, dan gaat Growl. En ik heb Waterkeur geleerd. Oh, kut! Ups, ik raakte een foutje. Ik heb het volgende keer opzet. Maar ik zie dus niet boos worden. Hij is in ieder geval level 7. Hij was al bijna level 7. Dat hebben jullie allemaal gezien, die andere Pokémon. Dus komt goed. Holy shit, ik heb een Gatorade! Ah, tadada! Oh nee, what the fuck. Wie zijn jullie nou weer? Mama, oh ma. Oh, wie zijn jullie nou weer? Is mijn moeder. Oh shit. Hey, he looking good. Ik heb helemaal geen Oshawott meer. Oh, almost got here. Take this. Oh, we krijgen Nike's! Nike's! Running shoes, altijd handig, weet je wel. Dan kan je altijd zeg maar harder rennen. Dus dat is wel chill. Hey, wat krijgt mijn zusje? Krijg ik iets leuks? De town map. Oh, chill. Ik heb de town map. Dus ik kan kijken op de kaart inderdaad. Of hoe en wat. Why are the two of the men as well? Sister, I want you to give the... Oh, oh, de andere moet ik aan mijn mattie geven. Aan Weedle. Dus dat komt vanzelf wel goed. Of gaat het stiekem zelf? Zou ik stiekem zelf kunnen houden? Dat zou echt heel vals zijn. Oké, okay, goed. We gaan Pokémon vangen met Bianca. Nou jongens. Bon voyage. Take us what mee. Nou, een beetje gek, weet je. Je bent 11 jaar oud. En je moeder zegt... Hey, doei. Ga maar even de wereld reizen om Pokémon te vangen. Helemaal lijf eigenlijk die moeder van je. Helemaal... Nou, ja, succes. 11 jaar oud. Oh, ben je oud genoeg. Oh, wat moet jij... Hey, you're with Totodile, zie je? Don't be shy, take it. Oh, oh, ik krijg een fiets! Dat is wel echt baas. Oh, dit is dope. Dit is echt dope. Ik heb al schoenen, renschoenen en een fiets, jongens. Dus ik ga even kijken. It's empty, it's empty. De bicycle, die doe ik register. Dan is die geregistreerd. Dat betekent, als ik nu op A druk... Ja! Dit spel is echt chill. Het gaat tenminste een beetje sneller pace, weet je wel. Hey, this way. Oké, is goed. Bianca, this kind of reminds me of the day on Route 1. Oké, okay, zo werkt het. Oké, okay, als je een Pokémon vindt, krijg je bij de Pokédex. En we gaan laten zien hoe ik een Pokémon vang. Nou, hier met mijn Baika. Oh, we gaan een Pokémon vangen. Dat gaan we laten zien. Hey! Een Purloin. 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 Oh, ze die hond. Die is echt lelijk, Lillipup. Fuck you. Oh, dan mag ik even chillen. Ik ga even rustig chillen. Achterover hangen, hey, toch. Oh, Jesus, schiet op. Ik hoef mij niet te vertellen hoe Pokémon werkt. Come on. Ik was er blij genoeg dat je het begin kon skippen anders over Pokédex en shit. Maar ja, dat gaat me heel snel uitleggen. Dat is helemaal fucked up. Wat slaat het nou op? Kom op, gewoon die Pokébal. Hadse plats, Pokébal eroverheen. Jij blij, ik blij, wij blij. Laten we gewoon lekker met fucking avontuur beginnen. Tuin, tuin. Ja. Woe. Purloin was caught. Ik was caught. Zo, wie er daar, zegt de Purloin. Maar het is... Mij maakt niet uit wat ik Pokémon vang. Ik mag het toch niet houden, dus... Oké, okay. Goed. Je moet een Pokémon vinden. Moet je hem dus HP naar beneden brengen. Voor degene die nooit Pokémon speelt. Je moet hem HP naar beneden brengen. En dan kan je hem vangen. Oké, okay, goed. Bye now. Meet lots of Pokémon. Ik catch later hem. Oké, okay, is goed. Zal ik doen. Dankjewel, schat. Dankjewel. Was leuk, Bianca. Let's go! Op avontuur in de... Oh, oh, oh! Eerste Pokémon. Eerste Pokémon. Hé, hey, een Patrat. Petret, level 4, chill. Now go Gatorade. Yeah, Gatorade. Fight. Wat ga ik Gatorade doen? Ik wil hem vangen, dus ik ga hem scratchen. Stel nou dat ik een fucking Ice Punch op de bak is. Dan doet hij heel veel damage. En dan gaat hij bijna dood. En dat willen we allemaal niet, want ik wil hem vangen. Ik weet niet, als ik nog een keer scratch, dan is hij volgens mij dood. Zo. We gaan gewoon Pokéball bit gooien. Weet je, waarom ook niet? Ik heb 30... Krijgen we 30 Pokéballs van die bitch? Hey, deze Pokémon versie is awesome, ouwe. Ik krijg gewoon 30 Pokémon van haar. Oké, okay, kom op. Stay in there. 2. Oh. 3. Bam. Swear. Oké, dan. Ik heb mijn Petrit gevangen. Dat betekent dat ik mijn Petrit naar het Pokémon Center moet brengen. Tot we dan blij zijn. Petrit naar het Pokémon Center moet brengen. En die kan ik inruilen voor een andere ding. Dus een andere Pokémon. Dus ik hoef geen naam te geven, want deze hoort niet bij me. Weet je wat? Ik ga gewoon terug naar dit stadje. En dan ga ik daar ook de Pokémon vangen. En dan ga ik uitloggen, jongens. Oftewel, dan ga ik... afsluiten.
Maar eerst een nieuwe Pokémon. Oh, ik vind het spannend. Hey, Totodile is een baas. Totodile! En nu iets anders. Goed, we beginnen met het Pokécentrum open te maken, zoals altijd. Summons PC. Deposit. Oké, ik ga iemand depositen. Dat is, nee, niet. Ik ga eerst dat je withdrawen. Want dan kan ik daarna mijn Petrit weer netjes in dat verder vakje gooien. Al die boxes. Dan ga ik je uit box nummer 7. Hé, het is allemaal leeg hier. Er zijn niet meer zo heel veel Pokémon. Ik kan niet alle Pokémon krijgen, denk ik. Maar goed, we zullen kijken. Misschien later kunnen we de legers een beetje aanpassen. Maar we beginnen met... Oké. Oeh. Wat zal ik hebben? Wat zal ik hebben? Wat zal ik hebben? Level 4. 5. Lekker Pokémon. Nee! Nee. Zubat. Oh, Jesus, Zubat. Ah, kut. Ik doe een Barry. Of, Carrie mag ook. Oh, Jesus. Een fucking Zubat, man. Waarom? Why? Why, God? Oké, goed. Nou, ik heb dus Carrie. Carrie. Mensen zeggen, oh, Carrie is echt een kutnaam. Je hebt ook Carrie Slee, de schrijver. Dus, don't say it's fucked up. Nou, Carrie, ga jij maar lekker daarheen houden. Fucking scheidbeest. Oh kut, ik moet helemaal niet Carrie wegdoen. Ik moet Petret wegdoen. Fuck, die is vol. Dan plaats ik hem toch in box nummer 4. Wee! Nou oké, okay, Withdraw Pokémon. Dus ik heb Carrie bij me en ik heb mijn Totodile bij me genaamd Gatorade en... En Carrie, de Zubat. Fucking Carrie. Goed in ieder geval mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze episode. Ik hoop jullie graag te zien in episode nummer 2. Later inderdaad achter bij de vraag van de week. Oftewel de vraag, of eigenlijk de vraag van de dag is het eigenlijk weer. De vraag van de dag. Wat staat er op vraag van de dag toch? Vraag van de dag inderdaad. Jongens, wat willen jullie zien? Hoe lang moet het duren? Dus hoe lang moet het duren? Antwoord de vraag. En dan zie ik jullie in de volgende episode. Dankjewel voor het kijken. En dan was het ziens later. En doei doei.